Nou ja. Nog een dingetje. Wordt nooit genoemd. Maar is wel Spong. Dikke advocaat. Dikke flappe advocaat Spong. Heeft ook nog geprobeerd in de filemoordproces, zeg maar. Om in cassatie te gaan. Hè? Dus na het hoge beroep heeft Spong nog geprobeerd. Dat zou zijn voor 10.000 of 20.000 euro. Of gulden was het toen. Die heeft nog geprobeerd om in cassatie te gaan. Dat is toen ook afgewezen. Maar dat wordt nooit genoemd. Maar Spong heeft zich, zelfs Spong trok aan het kortste eind in dit verhaal. En destijds was ook Van der Biezen, ook een dikke flappe advocaat. Die was destijds ook al zo aan het falen, zeg maar.